De marteldood van 7 broers en hun moeder. Een andere keer werden 7 broers en hun moeder gearresteerd en op bevel van de koning met geesels en riemen gemarteld om hen te dwingen verboden varkensvlees te eten. Eén van hen vroeg namens hen allen: "Waarom ondervraagt u ons? Wat wilt u van ons te weten komen? We zijn eerder bereid te sterven dan te breken met de tradities van onze voorouders." De koning ontstak in woede en gaf opdracht om grote ketels en pannen op het vuur te zetten. Zodra die goed heet waren geworden, liet hij bij degene die gesproken had zijn tong uitsnijden, de huid van zijn hoofd stropen zoals men dat bij de skieten gebruikelijk is, en zijn handen en voeten afhakken. Dit alles voor de ogen van zijn broers en zijn moeder. Daarna werd hij, of wat er van hem over was, op bevel van de koning in een pan op het vuur gezet en levend gebraden. Terwijl uit de braadpan een dikke walm opsteeg, spoorden de broers en hun moeder elkaar aan om de dood moedig onder ogen te zien. God, de Heer, ziet ons en zal zich zeker over ons ontfermen, zoals Mozes verklaard heeft in het lied waarin hij openlijk tegen Israël getuigt: "Over zijn dienaren zal hij zich ontfermen." Nadat de eerste broer op deze wijze om het leven was gekomen, werd de tweede voorgeleid om te worden vernederd. Ze stroopten zijn huid met haren al af van zijn hoofd en vroegen: "Zou je niet liever eten wat je wordt voorgezet, in plaats van je lichaamsdelen één voor één te laten pijnigen?" "Nee," antwoordde hij in zijn moedertaal. En daarom onderging hij dezelfde folteringen als zijn broer. Zijn laatste woorden luiden: "Ellendeling, u beneemt ons nu wel het tegenwoordige leven, maar de koning van de wereld zal ons na onze dood tot een nieuw, een eeuwig leven opwekken, omdat we omwille van zijn voorschriften gestorven zijn." Daarna was de derde broer aan de beurt. Hij ontstak desgevraagd onmiddellijk zijn tong naar buiten, bood onverschrokken ook zijn handen aan en zei: "Vier, uit de hemel heb ik ze gekregen, omwille van Gods voorschriften doe ik er afstand van. En van hem hoop ik ze weer terug te